inmiddels alweer de tweede keer dat Bastiaans Bazaar plaatsvindt. Hoe vind je het gaan? Nou, tot nu toe, het is nog heel erg vroeg, gaat het eigenlijk heel goed voor deze tweede editie. We zijn natuurlijk ook 2 dagen gegaan, de tweede keer was maar 1 dag. En ja, om 10 uur lang gaan al mensen voor de deur die wilden naar binnen, dus dat was al heel erg leuk. Ik verwacht eigenlijk dat na 2 echt de grote bubs gaat komen en morgen, zondag natuurlijk. Had je het je zo voorgesteld? Qua visualisatie ziet er wel uit zoals ik bedacht had. Gewoon. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen erop komen dagen. We hebben natuurlijk heel veel reclame gemaakt en heel veel interviews gegeven en zo. Dus ja, ik hoop maar dat heel veel mensen komen. Lijkt me wel heel erg leuk. Het is super gezellig. Muziek, leuk eten. We hebben zo nog 2 modeshows. Dus ja, het is helemaal leuk. En heel veel leuke spullen. En in welk opzicht is dit evenement anders dan de vorige Bastiaans Bazaar? Nou, hij is in ieder geval een keer zo groot dan verleden jaar. Dus dat is altijd een groot verschil. We zijn naar veel grotere locaties gegaan. We hebben veel meer exposanten. En de 2 modeshows, dat is echt wel nieuw in het hele verhaal. Wat ik heel leuk vind, is dat we mode heel erg naar mensen toe brengen. Het is heel laagdrempelig en dat was ook de bedoeling. Daarmee zijn het ook allemaal marktkraampjes. En laten we niet de merken zelf hun stands bouwen, want dan is het meteen weer zo'n drempel. Het is gewoon een marktkraampje. En of je nou Bobby Brown Cosmetics bent of je bent een vintage moment, dat maakt allemaal niet uit. Weet je, iedereen is gelijk. En het verkoopt al mooie spullen. Nog al plannen voor een volgende Bastiaans Bazaar? Nou ja, als deze gewoon goed verloopt, dan in principe zou die volgend jaar september weer het laatste weekend plaats moeten vinden. Dus dat, en laten we hopen dat het gaat gebeuren.